Ronald, na lang wachten is het zover. Vanaf vandaag mag er weer vuurwerk gekocht worden. Maar we staan hier niet voor niets in een bunker. Hoe zit het met alle nieuwe regels op dit moment? Nou, op zich de regels qua opslag voor ons is er dit jaar niet echt iets veranderd. Dus dat zijn dezelfde regels als voorheen. Alleen wat je wel ziet is dat bepaalde vuurwerkproducten aan banden gelegd worden en dat die niet meer verkocht mogen worden. Dus er wordt wel constant gekeken van wat mag nog wel en wat mag niet meer. Komen daar wel andere mooie dingen voor terug? Ja, zeker. Het assortiment breidt zich toch, ondanks dat, altijd wel weer uit. Maar je ziet een verschuiving naar producten. Dus van veel kleine potten zie je naar steeds grotere compounds, noemen we dat. Grote dozen waar meerdere cakes in zitten. Die zijn al met elkaar doorverbonden, dus het is één keer aansteken. En dan heb je een complete vuurwerkshow. Is dat dan extra veilig? Dat maakt het wel veiliger, want het zijn vaak wat grotere dozen die gewoon goed en stabiel staan. Dus het één keer aansteken en dan lekker vanaf een veilige afstand kijken. En voor kinderen, hebben jullie daar ook speciale dingen voor? Ja, er is een heel groot assortiment aan kindervuurwerk, categorie 1 vuurwerk. Maar ook voor kinderen geldt natuurlijk, het blijft vuurwerk. Dus ook daar moet je natuurlijk aan de veiligheidseisen houden. En dit jaar is het dan verplicht dat we bij iedere aankoop een vuurwerkbril en een vuurwerklont leveren. Dus ook aan die veiligheid wordt steeds meer over de veiligheid wordt steeds meer nagedacht en ook van ons meer verwacht dat we daar op een goede en positieve manier aan bijdragen. Je leest geregeld in de media dat mensen de overstap maken naar illegaal vuurwerk. Hoe denk jij daarover? Ja, dat is natuurlijk eigenlijk het domste wat je kan doen, want we hebben genoeg goedgekeurd vuurwerk wat heel mooi is. En het is juist het illegale vuurwerk wat de hele sfeer verziekt. Dat zijn vaak juist de producten waar de ongelukken mee gebeuren. Het is niet voor niks illegaal. Dus het is niet consumentgeschikt. En daaronder vindt het eigenlijk de hele handel vindt daar nadeel van. Want dat zijn juist het illegale vuurwerk veroorzaakt juist heel veel ellende. Wat zijn zoal de risico's daarmee? Nou, je bent er niet zeker van wanneer het afgaat. Dus een bepaalde ontstekingstijd. Wat gewoon heel anders is als met het consumentenvuurwerk. Veel hardere knallen. Het is geen vuurwerk wat hier is goedgekeurd. Dus er kan echt van alles mee gebeuren. En dan denk ik van, denk eerst maar eens even na voordat je eraan begint. En het is zo dat als je daarmee gepakt wordt en aangehouden wordt, dan is het echt een delict wat je pleegt. Dat is niet niks. Dus als je een leuk feestje wil, kun je het beter bij een gerenommeerd bedrijf halen. Jazeker, we hebben hier genoeg hele leuke producten staan, mooie producten staan, waar je echt een gezellige avond vuurwerk mee kan hebben. Nou, laten we daarvoor gaan dan met z'n allen. Dat lijkt me een goed plan. Op naar een gezond en voorspoedig 2020.